Wat ik hier zie staan, dat lijkt wel speelgoed. Nou, ja, je mag het speelgoed noemen, maar dat is het niet meer. De treinstellen die zijn ook allemaal aangeschaft door diverse leden. En dat gaat heel geleidelijk aan. Je koopt eens een keer wat, je bouwt zelf eens een keer wat. Ja, en dan zo van lieverlee, dan kunnen we de baan mooi volzetten met mooie treinstellen. Wij zijn de modelspoorgroep IJsseland. En de vestigingsplaats van de groep zelf is Vaassen en Epe. En dan de leden komen naar Zwolle. Ik kom zelf uit IJsselmuiden. En we hebben nog iemand uit Hattem. En dan uit Epe. Wat staat hier allemaal? Hier staat dus een klein deel van het totale bestand. We hebben nu station Ommen, hebben we hier staan. En de rest van de baan is min of meer fantasie, maar wel op Nederlands landschap gericht. Allemaal Nederlandse treinen. Nou, u kunt wel hier en daar wat herkennen. Er rijden wat moderne NS-treinen op. Er rijden ook iets oudere treinstellen op. En we rijden ook met Nederlandse stoomlocomotieven. En het is maar wat of op dat moment bij ons hebben, wat of op de baan past. En daar rijden we mee. We kunnen de baan, zoals nu alles is voorzien, kunnen we hem tot 40 meter uitbreiden. Nu staat hier 15 meter. Dat is nogal aardig wat. En dan nog veel meer treinen en dan nog mooier als dit. Want dit is al mooi, toch? Dit is al heel mooi. En hier kunnen wij ons prima mee redden. En normaal gesproken, als we wat meer ruimte hebben, dan komt er ook nog een heel groot rangeerstation bij. En daar kunnen we zo een 30, 40 treinen op stallen. En dan kunnen we iedere keer een andere trein laten vertrekken en weer binnen laten komen. Daar is hier nu geen ruimte voor. Hoeft ook niet. Dit is ook heel mooi. En hier kunnen we ons ook prima van maken. En ik kan iedereen die wat wil weten en kijken naar modelspoor, ja, die kan dat hier zien. Gaat alles goed of gebeurt er ook eens een keer een ongelukje? Oh, jawel hoor. Kijk, we moeten hier echt opletten. In mijn vakjargon te praten, wij hebben een analoge baan. Dat betekent dat alles met de hand bestuurd moet worden. En dus we rijden niet digitaal. En dat heeft één voordeel, dat je dus echt kunt spelen met de trein. Je kunt echt ook arrangeren. Dat kan natuurlijk digitaal ook, maar dat willen we nog niet. Komt wel in de toekomst, maar daar gaat nog wel even wat tijd overheen. Ja, jullie staan hier met drie rangeerstations. Nou ja, we hebben nu één rangeerstation hier staan. En wat u hier als rangeerstation zou kunnen zien, dat is de Keerlus. Maar die is zo gebouwd dat we daar wat meerdere treinstellen op kwijt kunnen. En daar kunnen we af en toe, zonder ons hele grote rangeerstation, kunnen we toch een trein een poosje stilzetten en een andere laten rijden. Maar toch zichtbaar voor het publiek. Ja, en met drie mensen achter de knoppen. Ja, dat is prima te doen. En dan hoeven we niet constant heen en weer te rennen om de boel in de gaten te houden. Eigen fabrikaat, gemaakt naar tekening, die je kunt opvragen bij een vereniging Nederlandse modelbouwers. Ja, wat is nou de mooiste van deze wagens? De mooiste? Ja, persoonlijk vind ik die stapwaster heel mooi. En trouwens die Zuid-Hollandse vind ik ook heel mooi. Maar om te maken was eigenlijk die Zuid-Hollandse het mooiste, het leukste. Ja, waarom was die het mooiste om te maken? Er zitten de meeste details aan. En ook deze, daar ben ik nog mee bezig. Er zit enorm veel detailwerk aan. Deze eerste, de Twentse huifkar, is nog niet eens af? Die is nog niet af. Er komen nog huif overheen. En er moet nog wat schilderwerk aan gebeuren. Enzovoort. Dus Hoeveel uurtjes werk is dit? Of moet ik in dagen denken? Dagen, ja. Ja, dagen, ja. Maar zeven dagen, ja, als je dat bijhoudt. Ik hou de uren niet bij en gewoon als ik wat tijd heb, dan steek ik daar aandacht aan. Dan doe ik dat, dus ja. Ja. En die boten maakt u ook? Ja, die boten hebben we ook gemaakt, ja. Daar ben ik ooit mee begonnen als modelbouw, met die boten. En later ben ik overgegaan naar die wagens. Dus dat, ja. Ja, die boten lijken me nog veel meer werk als deze wagens. Ja, dat is het ook, ja. Ja, ja. Denk ik dan in maanden of in jaren? In jaren. Ik denk dat Titanic, die heb ik misschien ook een jaar over gedaan. Maar de Groene Draak heb ik zeker een jaar over gedaan. Denk ik anderhalf jaar wel. Ja.
Gelukkig is deze Titanic nog niet gezonken. Nee. Hoop ik ook niet dat hij dat doet.